ben Joelle Smits, ik ben 19 jaar. Ik voetbal bij PSV Vrouwen en dit seizoen heb ik al 19 doelpunten gemaakt voor PSV. En ja, we staan eerst in de competitie, dus op dit moment draaien we heel goed. Ik ben Katja Snoeys, 23 jaar en speel ze bij PSV Vrouwen. Ik speel daar in de spits, sta op dit moment op 15 doelpunten dit seizoen. En 20 maart spelen we thuis tegen Ajax in het Philipsstadion. Dus kom allemaal kijken. Tip 1. Ik denk dat het belangrijk is dat je twee benen probeert te gebruiken en daar veel op oefent. Tip 2. Probeer vooral hoeken uit te kiezen waar je heel veel op gaat oefenen. Dat kan door bijvoorbeeld hesjes in het doel te hangen en dan ga je 5-10 ballen daarop schieten. En dan kijk je hoe vaak je het hesje raakt. Tip 3. Zorg altijd dat de bal goed ligt. Dus wanneer de bal rood, geef de bal een extra tikje, zodat je zeker weet dat je de bal goed kan raken. Tip 4. Op het moment dat je wil gaan schieten, probeer dan nog even snel te kijken waar de keeper staat. En dan de hoek uit te kiezen waar de kans te groot is dat je gaat scoren. Tip 5. Ik denk dat het belangrijk is als je af en toe een lichaamsschijnbeweging maakt. Je kan bijvoorbeeld de keeper op het verkeerde been zetten of de verdediger, waardoor je meer ruimte hebt om te schieten over een hoekje in de goal vrijkomt. Tip 6. Probeer ook vooral geplaatst te schieten. Dus niet zo hard mogelijk, maar van de binnenkant voet, omdat je dan meer richting kan geven aan de bal. We'll be right back.